Suriname viert de gebruikelijke Oroyari op een andere manier. Waar er op 31 december normaal geen doorgang is in de binnenstad, was er vandaag een compleet ander beeld. Wij van ATV hebben op een verantwoorde wijze het jaar afgesloten met een 100 meter lange pagara op het terrein. Deze is aangestoken door Telesuurbondsvoorzitter Harvey Panka. De presentatie is van Mashano Salman. Oké, we zien hier de voorzitter van de bond van Telesuur. Amastien Biggie, Amaberikan tak dat na hier, Sani. Harvey Goleteng. Ja, dat is Harvey Panka. Hij is medewerker van ATVM, maar hij is ook voorzitter van de bond bij Telesuur. Dus Amafir Tranga toch, Afir Tranga. Even kijken als hij dat gaat kunnen. Look hoe schijnbeweging, ja. Atletiekba, Atletiekba, hey! Naast de gebruikelijke pagara die wordt afgeschoten, hebben we van verschillende mensen uit de samenleving nieuwjaarswensen gehad voor 2021. Het vertrouwen in de Almachtige geeft ons de zekerheid dat alles weer goed komt. Ik herhaal, het vertrouwen in de Almachtige geeft ons de zekerheid dat alles weer goed komt. Ook voor het volk, vertrouw op de regering Santokki Brunswijk. Wij doen dag en nacht het werk voor jullie. Het is misschien nog niet waar het wezen moet. Maar vertrouw erop dat het langzaam maar zeker goed komt. 2021 moet een veel beter jaar worden. En ik hoop een minder vreemd jaar dan 2020. Laat corona snel weggaan. En laten we weer elkaar kunnen ontmoeten. Elkaar een brassa kunnen geven. Weer face-to-face met elkaar kunnen zitten. En een beetje met elkaar kunnen babbelen. Mijn nieuwjaarswens voor mezelf en voor de samenleving is heel veel gezondheid voor ieder. Ik hoop dat het goed komt met ons allen in 2021. Mijn nieuwjaarswens is een COVID-vrij Suriname. Eigenlijk eerste kwartaal wens ik dat al. En dat we verder kunnen gaan met een goed, gezond volk. En dokter Baldeo? Ja, mijn nieuwjaarswens voor ieder is natuurlijk ook een gezond, veilig 2021. Een COVID-vrij 2021 in het bijzonder. Mijn nieuwjaarswens is eigenlijk bijna dat van ieder. Hopelijk geen COVID meer. Maar... dat moet ik nog zeggen. Hopelijk komt het goed. En dat alles positief gaat in 2021. Het bestuur van BBGO wens aan de totale Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder aan de gepensioneerde ambtenaren, het allerbeste toe in het komend jaar. En wij wensen en hopen dat het een COVID-vrij jaar wordt. BBGO-voorzitter Renate Wouden en daarvoor hoorde u broeder Rozenblad. En de artsen Jyotika Baldeo, Rui Kiasi en Mireille Rodriguez van het AZP. En minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken. Wij van ATV wensen de totale Surinaamse gemeenschap een voorzichtige jaarafsluiting en een gezond en voorspoedig 2021.